Welkom bij Debunked, waar we beweringen die op het internet rondzwerven ontkrachten. Proost. Dit is mijn paspoort en toen ik de letter ging veranderen, moest ik nog naar de psycholoog. En dat vond ik heel naar, want het voelde eigenlijk alsof ik toestemming moest vragen om te zijn wie ik ben. Alsof mijn ruimte mij door anderen gegeven moest worden. En ik vind het belangrijk dat je zonder tussenkomst van de rechter of psycholoog de letter in je paspoort moet kunnen veranderen. Oh ja. Laten we beginnen. Het wordt door deze wet veel te makkelijk om van seksen te veranderen. En dat betekent dat veel mannen zich snel als vrouw kunnen voordoen. En daardoor lopen vrouwen gevaar in de kleedkamer of op de wc. Laat jij nu wel eens je paspoort zien als je een kleedkamer binnenloopt? Nou, volgens mij niet. Mensen die kwaad willen, die lopen toch wel zo'n kleedkamer binnen. Ongeacht de letter die ze in hun paspoort hebben. En voordat iemand er maar naar kan vragen, is het kwaad helaas al geschied. En doen we nou in Nederland iets heel raars met dit wetsvoorstel? Ja, er is een land waar ze het al eerder gedaan hebben. Wacht even, ik zoek het even op. Denemarken, Noorwegen, Ierland, Malta, België, Argentinië. Al 10 jaar. En in al die landen heeft het niet geleid tot misbruik. En gelukkig maar, want seksuele intimidatie en geweld naar vrouwen is een heel serieus probleem. Wat maakt het nou uit of er een M of een V in je paspoort staat? Er is maar een heel klein groepje mensen dat hier een probleem van maakt. Transgender mensen hebben heel vaak last van depressie en suïcidale gedachten, omdat een transitie doormaken heel erg zwaar is. En het erkennen van wie je bent, een letter in je paspoort, daarvan weten we dat het ontzettend helpt om die depressieve en suïcidale klachten terug te dringen. Het wordt te makkelijk gemaakt om je geslacht te wijzigen. Mensen moeten ook beschermd worden tegen keuzes waar ze later spijt van kunnen krijgen. Het is een misvatting dat transgender mensen vaak spijt krijgen. Bij medische behandelingen komt dat maar bij 0,6% van de transvrouwen voor en 0,3% van de transmannen. En kan ook niet zomaar, want er zit in de nieuwe wet een bedenktijd. Je moet een maand wachten voordat je die wijziging kunt doorvoeren. En je kunt niet onbeperkt blijven wijzigen. Dus wat mij betreft is er geen reden om bij dit proces een psycholoog te betrekken. En nog veel belangrijker, dat vinden de psychologen zelf eigenlijk ook. Oh ja, op deze manier kunnen mannen mee gaan doen aan vrouwensport en alle prijzen winnen. Dus in haar... Iemand die denkt dat sportmannen nu massaal zich gaan inschrijven voor de vrouwencompetitie, die begrijpt heel weinig van de motivatie van sportmensen. En er zijn op de wereld een aantal transgender topsporters. Daarom zijn er gelukkig ook regels om topsport eerlijk te maken. Zo kun je bijvoorbeeld het testosteronniveau in het bloed meten van topsporters, ongeacht of het een transgender topsporter is of niet. Het gebeurt nu al, want er wordt al gecontroleerd op dopinggebruik. En dat kun je bijvoorbeeld zien aan een heel hoog testosteronniveau. Ja? Dus deze nieuwe transgenderwet zou de verklaring van de psychologen overbodig maken om de letter in je paspoort te veranderen. En dat is superbelangrijk voor transpersonen, maakt het gelukkig voor vrouwen niet onveiliger. En topsport blijft topsport. En ik wil dat mensen die zich niet thuis voelen bij een M of een V, ook zonder gang naar de rechter een X in hun paspoort moeten kunnen krijgen. Ik vond het fijn om deze belangrijke vragen voor jullie te kunnen beantwoorden. Check. Hi, Ito.